Ja, zonde. Hè? 2 punten laten liggen eigenlijk hier, denk ik, Mitchell. Ja, zeker. Heel zonde. We spelen goed. Dan moet je zelf belonen. En dan moet die penalty erin. Gaat er niet in. Helaas. Waar zat dat hem in? Ja, waar zat het hem in? Achteraf had het makkelijk praten, maar het is gebeurd. En verder. Ja. Wat wel vertrouwen moet geven, is het feit dat jullie tegen Twente, toch een van de grote clubs ook in Nederland, zo overheersend spelen, bijna 90 minuten lang. Ja, zeker. Wat ik al zeg, we speelden goed. Het veldspel was goed. We wonnen veel duels. Ik denk dat we merendeel de bal hadden. En af en toe toch wel aardig eruit kwamen met wat kantjes. En wat ik al zeg, dan is het heel zonde dat je zelf niet beloont. Kom je voor de rest ook steeds meer in je spel aan het voetballen toe? Met ballen vasthouden, spelers die bijsluiten, kaatsen. Dat zag ik ook in deze wedstrijd veel meer dan in de voorgaande duels. Ja, tuurlijk. We hebben natuurlijk in een hele korte tijd al heel veel nu samen gespeeld. En dan is dat toch wel logisch dat je beter in het team mee gaat voetballen. Mensen gaan jou beter begrijpen, jij gaat je teamgenoten beter begrijpen. Dus dat is alleen maar positief. En deze lijn moeten we gewoon doortrekken en dan ook gewoon de wedstrijden gaan winnen. Ja, wel eigenlijk zonde, hè? Want dit zijn ook aan het eind van de rit natuurlijk kunnen dit belangrijke punten zijn. Echt van die wat-als punten, ja, daar weet je na vorig seizoen alles van. Zeker, maar het is nog vroeg in het seizoen. En wat-als punten zouden andere clubs ook nog wel laten liggen. Maar je moet naar jezelf kijken en dit is zonde. Helemaal als je zo speelt, dan had je verdiend om te winnen. En nu is er behoorlijk groot nieuws, omdat Ajax na de wedstrijd heeft bekendgemaakt dat zij Kenneth Vermeer gaan verkopen aan Feyenoord. Is dat al aan de spelersgroep medegedeeld ook vandaag? Ja, ik hoorde het net hier in de hal wat vaag. Dus ik weet ook nog niet helemaal precies hoe of wat. En, dat is aan de club. En, verrast het je? Ja, als je wat kent van meer duurt, verrast het je. Maar nogmaals, daar hou ik me niet mee bezig. Ja, ook niet met of er überhaupt nog iemand anders voor jouw positie komt. Want volgens mij neemt jouw vertrouwen wel met de wedstrijd toe. Mijn vertrouwen neemt zeker toe. En dat is of ze nou een spits halen of geen spits halen. Ik blijf gewoon lekker mijn ding doen en scoren. Helaas lukt het vandaag niet. En op naar de volgende wedstrijden.